Een goede dag allemaal. En van harte welkom hier in het Stadio Olimpico in Rome. Ik heb hier ooit de WK atletiek gedaan. Toen mocht ik ook de Olympische zwembad gebruiken. Maar die duikplank van 10 meter. Deze wedstrijd is het ons een groot genoegen om u van commentaar te mogen voorzien. Mijn naam is Sierte Vos. En naast me zit collega Jeroen Guter. Dit is Italië dat speelt tegen Duitsland. Dit is nou zo'n wedstrijd waar ik heel veel van verwacht. Ik hoop dat ze ons niet teleurstellen, Sierte. Wat je wel vaker ziet bij de Olympische stadions, ligt er ook in dit Olimpico in Rome een atletiekbaan rond het voetbalveld. Dat is de baan van Abebe Bikila, die op blote voeten de Olympische marathon won in 2015 en 1960. Ja, dat is zo'n onvergetelijk moment in de sportgeschiedenis. Een atletiekbaan, dat geeft toch altijd een bijzondere sfeer. Sommige voetbalfans zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee, want de tribunes liggen natuurlijk verder van het veld af dan in een normaal voetbalstadion. Aan de andere kant, het is wel groot. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Naar de speler die vrij staat. Ja, hij probeerde te forceren. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. De scheidsrechter trekt nog geen kaart zo vroeg in de wedstrijd. De Duitse speler Leroy Sané staat vandaag extra in de schijnwerpers. Hij is belangrijk voor zijn team, hè? Nou, voor elk team zou dit een aanwinst zijn. Is in staat om in elke wedstrijd het verschil te maken. Met name dankzij die kwikzilverachtige acties. Lorenzo Pellegrini. Hij rukt verderop. Een medespeler helpt hem. Even dat gevaar eruit halen. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Caligiuri. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Daar is het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Wat een fantastische start voor een duel althans voor hun. Zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. De frustratie begint nu op te lopen hoor, bij de trainer. Het zal echt beter moeten nu ze op achterstand zijn gekomen. De score is geopend. Het is 1-0. Kevin Volland. Ze leveren de bal in. R-
Roberto Soriano. Slecht gespeeld. Sané levert in. Hij gaat het proberen. Goed verdedigd, dat schot. Daniele Rugani. Leroy Sané. Blattenhardt. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Kevin Volland. Leroy Sané. Nog steeds in aanval. Wat gaat hij hiermee doen? Balbezit veroverd. Kunnen ze dit snel uitspelen? Daniel Caligiuri. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Van achter een hoekschop. Hier nog eens de beelden van het doelpunt waarmee ze de leiding pakten. Kalm blijven, dat is een belangrijke eigenschap van spelers die regelmatig scoren. En hij laat hier zien hoe dat in zijn werk gaat. Hoekschop komt voor. Zet verder door. Hartschot, maar geweldig mis. Wat is dit voor onkunde? Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Lorenzo Pellegrini. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Roberto Soriano. Die doelman moet opletten. Zo, die zit er lekker in, zeg. Wat een geweldig doelpunt. Hij neemt de bal op zijn pantoffel en hij vliegt er zo in. Ah, daar heb ik maar één woord voor. Spectaculair. Die beuk van afstand wil ik nog een keer goed bekijken. Wat een afstand om te schieten, zeg. De gegeven ruimte om uit te halen werd optimaal benut. Zoals u kunt zien. Ja, probeer het maar eens. Om die bal vanaf die positie zo te raken. Chapeau. Niels Petersen. Blattenhardt. De bal wordt via de vleugel gespeeld. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Ruim baan op de vleugel. Diego Demme. Bellarabi. Kevin Volland. Daar had hij voor kunnen fluiten. Komen ze terug in de wedstrijd? Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. En nu wordt het oppassen. Hij gaat verder. Hij krijgt voordeel. En dat is het schoolvoorbeeld van de straf. En zo verergert de speler de situatie voor zijn team alleen maar. Ze staan al achter. Een strafschop, nou, vind ik niet hoor. Nou, de scheidsrechter is alles heel gedecideerd. En ik heb eigenlijk ook helemaal geen problemen mee. En die speler die de overtreding veroorzaakt, hoort minstens geel te krijgen. Die mag van geluk spreken dat dat niet gebeurt. En hij schiet die bal erin vanaf 11 meter. Buitenkansje wordt natuurlijk dankbaar in ontvangst genomen. Goed gekeken en dan resoluut ingeschoten. Zoals het hoort eigenlijk. Duidelijk te zien in deze herhaling. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je
voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ze geven de bal weg. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Uitstekende mogelijkheid. De bal raakt de lat en gaat over. Helaas gaat het feest niet door. Er wordt gefloten voor buitenspel. Echt kans. Lorenzo Pellegrini. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Goed werk van die doelman. Hij komt op tijd uit. Hij pakt die bal zo voor zijn voeten weg. Lorenzo Pellegrini. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Nou, wat kan hij hiermee? Die bal mag erin. Redding, spel gaat verder. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Ze leveren de bal in. En dat die bal er niet in ging, joh. Wat een heerlijke actie van die keeper. Ja, dit zijn confronterende cijfers, Siert. Dat ze hard aankomen. Het is een onwaarschijnlijke rommel daar achterin. Als dit zo doorgaat, nou, dan denk ik dat ze vol schaamte de kleedkamer zullen opzoeken. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Kevin Volland. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Er ligt een counter op de loer. Nu moet het vervolg komen. Ja, op doel! Dat schot is geen probleem voor de doelman. Er wordt druk gezet en hij neemt de bal niet goed aan. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Redding van het doelman. In het midden van de 16. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Balbezit naar de tegenstander. En gassen langs de zijlijn. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Timo Baumgartner. Leroy Sané. En de scheidsrechter de fluit niet. En geeft doelkans. Wat een geweldige bal. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van die mooie aanval over een aantal schijven. Ja, toch nog aangeraakt door die keeper die bal. Ja, maar het maakt niks uit. Dat zien we hier ook in de herhaling. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. We trappen weer af met een stand van 3-1. Is alweer even aan de bal. Een afstandsschot. Maar niet echt kansrijk van zover weg. Ja, hij pakt hem. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Op deze positie kan een inworp erg gevaarlijk zijn. Lorenzo Pellegrini. Dit kan maar eens een kans opleveren. Hij pakt hem!
Hoekschop wordt voorgegeven. Ze krijgen die bal maar niet weg. Gaat dit wat worden? De speler staat in de baan van het schot. Gevaar is geweken, de bal is weg. Kiepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Hij let goed op en onderschept die paas. Lorenzo Pellegrini. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Lorenzo Pellegrini. Van dichtbij. De scheidsrechter vindt het mooi geweest. De eerste helft zit erop bij deze vriendschappelijke interland. Hele aardige wedstrijd tot nu toe. Ik ben benieuwd of dat zo blijft. Het lukt Kevin Volland gewoon niet om een rol van betekenis te spelen in deze wedstrijd. Er gaat weinig dreiging van hem uit. Nee, het is echt niet goed genoeg hoor, wat deze aanvallen vandaag brengt. Ik vraag me af of ze nog steeds achter zouden staan als hij zijn normale niveau zou halen. Ja, hij zal toch nu doelgerichter en... De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Niels Petersen. Ze leveren de bal in. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. De keeper heeft hem. Goed geschoten, maar van die afstand passeer je deze keeper niet hoor. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij kopt hem over. Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Plattenhardt. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Wat gaat hij nu doen? Wah, hij levert hem zo in bij de tegenstander, slecht gespeeld. Deze aanval begint er steeds. Ja, kans! Redding van de keeper. Hij gaat schieten. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Diego Demme. Kevin Volland. Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Sané raakt de bal kwijt. Zet verder door. Ruim baan op de vleugel. Bal naar de spelers in het centrum. Zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Roberto Soriano. Hij zit er goed tussen bij die pas. Max Meijer. Plattenhardt. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. En start die brommer maar. Goed de bal afgepakt. Mislukte paas. Ja, ik kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Hij schiet. Redding van het doelman. Hoekschop komt voor. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Nog steeds in aanval. Hij laat de tegenstander achter. Redding, super! De doelman let heel goed op bij dit afstandsschot.
komt voor in het 16 meter gebied. Dit loopt dood, dus geen gevaar voor de tegenstander. Roberto Soriano. Ruimte op de vleugel, het lijkt wel het heelal. Ja, op doel! Blijft goed aan de bal. Hup, die schoot er tegenaan. Hij werkt de bal weg. Vanaf deze positie kan een inworp voor gevaar zorgen. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Gaat dit wat worden? En een schot. Ratatatatatatata, die gaat er uitstekend in. De doelman kan hier natuurlijk niet bij. Net onder de lat verdwijnt de bal in het doel. Ze waren de hele wedstrijd al de bovenliggende partij. Maar hier doen ze er nog even een schepje bovenop. Ze laten hier ondubbelzinnig zien wie de absolute baas op het veld is. We trappen af met een score van 4 tegen 1. De bal gaat over de flank. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Hij schermt de bal af. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Veel ruimte op de flank. Daniel Caligiuri op het doel en de doelman met een redding. Doet u mij nog maar een hoekschop. Hoekschop wordt voorgegeven. Hij was in positie om te schieten, maar het is uiteindelijk in de doeltrap geëindigd. Zo'n voorzet moet je afmaken. Nu gaat de bal naast, een gemiste kans. De kopbal ging naast. Blijft aan de bal. Voorzet kan vanaf de flank. Maar de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. We hebben nog 20 minuten te gaan. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Natuurlijk geeft hij daarvoor een vrije trap. Hij weet de paas te onderscheppen. Goed opgelet. Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel. Uitstekend toegepast. En voor die actie komt er een vrije trap. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Geen probleem, die bal voor de doelman. Alle ruimte voor een dribbel. Kans om te scoren. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Hij kopt hem over. Oh ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Nicolò. Zaniolo. Komt-ie! Bam! En dat is een mooi doelpunt. Hij staat er nog maar net in. En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. En met nog een doelpunt maken ze hier duidelijk wie de betere ploeg is. Ik heb hier maar één woord voor. Een afstraffing. Nog eens vanuit een andere hoek. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af.
Plattenhardt. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Komt steeds iets verder. Voorzet bij de tweede paal. Een fantastisch doelpunt met het hoofd. Die gaat er mooi in, zeg. Prima geplaatst, die kopbal. Ja, dat ziet er uitstekend uit. Hij raakt de bal goed met het hoofd en de doelman is volstrekt kansloos. Ja, dit is uit het boekje. Een goede voorzet en dan zet die speler zijn hoofd prima tegen de bal. Mooie goal. Een andere hoek voor de herhaling. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Tot zover zijn wedstrijd. En wat denk je, Jeroen? Jouw oordeel? Kan hij tevreden zijn? Oh, zeker, Siert. Een fantastische wedstrijd zou ik het zelfs willen noemen. Hij heeft zich kunnen onderscheiden en zijn fans, die waarderen dat. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Kerim Demirba. Plattenhardt. Leroy Sané. Ze geven de bal weg. Alle ruimte op de flank. Daniel Caligiuri. Aanval via de zijkant. En dan de voorzet. Ja, hij neemt hem. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal. Prima geraakt. Maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. Zo'n doelpunt, ja, dat maak je alleen maar als je of heel veel geluk hebt, of over een fabelachtige techniek beschikt. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Kerim Demirbay, Timo Baumgartel. Ze mogen een ingooi nemen. Gezang klinkt vanaf de tribunes. Het zijn de fans hier die zo te horen zeer te spreken zijn over de manier waarop hun team vandaag staat te spelen. Inderdaad, ze leggen een puikenpartij op de mat. De verdediger doet zijn werk. Voorzet afgestopt. Deze speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Hij heeft er al 2 in liggen, maar hij blijft maar doorgaan. Hè. Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. In deze vorm is hij dodelijk. Schiet op doel! En die bal wordt goed geblokt door een speler. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Kerim Demirbay. Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Komt ie! Redding en in de handschoenen. Caligiuri. 4 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-op-1 voor de keeper. En ja hoor, wat denk je? Weer een hoekschop. Red de bal van de doellijn. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Kerim Bellarabi. Kerim Demirbay. Veel ruimte krijgt hij niet. De bal wordt afgeschermd. Dat leidt tot een vrije trap. Mooi afgeschermd die bal. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Niels Petersen nog aan de bal. Diego Demme. Niels Petersen.
Karim Bellarabi. Goed afgeschermd met zijn lichaam. Koekoek, hij is hem voorbij. Kerem Demirbay. Goed gereageerd. Werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dat heeft natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.